Ik neem plezier heel ernstig of zo. Ik denk echt dat dat de uitdaging is om zo lang mogelijk een soort van maakplezier in te vinden. Ruben, zet je bezig of wacht ik op een teken? Welkom bij Naklap. Een podcast van Breedbeeld, waarin we in gesprek gaan met boeiende personen uit de filmsector. We nodigen zowel regisseurs, cinematografen, scenaristen als monteurs uit om het te hebben over hun inspiratiebronnen, hun werk en hun liefde voor film. Deze aflevering focust op de combinatie tussen montage en regie. We gaan in gesprek met regisseur-monteur Rick Chaubet over zijn werk, zijn invloeden en zijn evolutie van het prillebegin tot nu. Dag Rick, welkom. Hey Ben. Alles goed? Uh, ja, niet te klagen. Uh... En hier naar het verre Antwerpen afgezakt. Uh, voilà, ja. Om het te hebben. <laughs> Speciaal voor jullie, dus ja. Toch. Super, we zijn echt ja. vereerd dat je ah, bent. Ja, 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 dat is niks. Alleen blijf bescheiden, maar ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik heb jou in de indeling een regisseur en monteur genoemd. Is dat ook hoe je, jij jezelf ziet? Uh, ja, Allee, ik, ik wil daar nu niet misschien te veel kakker rondhangen. Dat is wel iets... Dat ik daar iets groots mee wil zeggen, maar misschien wel ja, dat ik mij zo... Uh, ...beschouw en wat ik daar dan mee wil zeggen is, denk ik... Um, ...dat vooral in de films dat ik zelf maak, dus in mijn eigen werk... ...dat ik uh, een, op zoek ben nog, dus dat, dat is nog niet gedefinieerd... ...naar een, een werkmethode waarbij ik de, het artistieke gewicht of zo op de montage leg. Dus dat ik dat zie als de plek waar dat ik uh, mijn film echt creëer of, zo, of echt aan de slag ga. En dat dus die methode... Um, dat, die, dat dat echoot naar uh, alle andere facetten van het filmmaken. Dus dat ik bijvoorbeeld in mijn acteursregie, in uh, cameravoering, in hoe dat ik met scenario omga, uh, altijd dat, die werkmethode in montage in het achterhoofd hou. En uh, voilà, en dus ja. daar ligt die kern voor mij. Dus het gaat over het creëren van je eigen werk. Ben je echt, uh, geloof jij in, het, in de methodiek van. De, ons film ontstaat van een heel groot stuk in montage, of ik hou altijd rekening met wat ik ermee ga doen in de montage. Maar daarnaast ben je ook. Uh, monteur voor andere projecten? Ja, klopt. En ja, dus daar is dat uh, helemaal anders. Hoewel dat ik natuurlijk uh, denk ik wel met het, meeste, het meeste affiniteit heb met het type projecten, waar dat ook in een montageruimte is om te spelen, om te creëren. Uh, en dus minder om uh, de beste takes aan elkaar te plakken. Uh, en gewoon uit te voeren ofzo. Dus ja, er is ook wel een relatie tussen dat ik uh, ja, een affiniteit heb met het type projecten dat ook. ...waar dat creatie in uh, montage mogelijk is. Ja, ja. Dus het zou het adagium, een film wordt drie keer gemaakt... ...als scenario wanneer je de film draait en nog een keertje in de montage. Dan zullen we deze, uh, in dit gesprek echt focussen op dat laatste aspect... ...dan die montage, dat, dat we daar heel hard de nadruk op leggen. Hm. Um, dat gaat nog zeker aan bod komen verschillende projecten... ...die je al als monteur hebt gedaan, maar ook als regisseur. Um, misschien even beginnen bij dan het begin of zo... Um, Jij hebt film gestudeerd, of hoe is bij jou de liefde voor film ooit en montage dan uh, ontstaan? Ja, um, ik denk dat ik in het middelbaar zo ben gestart met zo stomme filmpjes maken met mijn vrienden. En dat is echt heel leuk. Uh, en... Als ik, ah, ik heb die jong langs nog eens teruggezien uh, om YouTube veranderde zoiets. En dan ging uh, plot. Uh, want die staan zo allemaal verborgen op YouTube. Mm. En ineens kreeg ik een link van hey, uh, filmpjes dat niet meer worden bekeken of zo gaan verdwijnen. Ineens was ik in paniek geschoten en ben, heb ik zo alles wat ik ooit gemaakt heb, gearchiveerd uh, en dan nog eens herbekeken. En uh, ja zat heel veel. <laughs> Misschien was dat in mijn hoofd soms geïdealiseerd, maar er zat ook echt heel veel bagger tussen, maar uh, ook heel veel uh, plezier of zo. En ja. daar herinner ik mij al nog goed, van dat. Uh, maak plezier of zo, met, met mijn vrienden ons amuseren en dat dat wel echt houdt in dat eindresultaat of zo. En wat maakten die dan precies? Dat waren sketches? Ja, echt sketches. Uh... Ja, als ik daarop terugkijk, dat is echt zo. Start YouTube, Allee, zo twee, misschien iets later, zo 2009 of zo begonnen. Mm -hmm. um, ja, wat was dat? Stomme, stomme sketches met. Ja, zo. Uh... Was dat Bricoman, uh, een superheld. Uh, en dan was er een vrouw en die zegt dan: Hé, hey, heel Bricoman, uh, ik word zo overvallen. En dan komt Bricoman en dan zegt hij: Doe het zelf. En dan gaat hij weer weg. En uh, ah. voilà, en dat was dan de punchline. En dan had een vriend van mij een liedje voor gemaakt dat hij zijn eigen jingle had en zo. En dan amuseerden wij ons daarmee. En uh, dat take eigenlijk, ja, ja maakten we echt vrij veel filmpjes. Ja. Dus eigenlijk een film vanuit uh, humor en plezier. En ja, ja. kistjes die op het internet kunnen vanuit die insteek uh, begonnen, of met film. Ja, verder dan ben ik... Uh, f, um, dat was dan zo'n de deal met mijn ouders, na het middelbaar. Uh, eerst die teftig studeren, want ik wou film gaan studeren. Uh, en dan ben ik taal- en letterkunde gaan doen, met jou, Ben. Uh, ken, uh, ja, dat ja, klopt. Wij hebben een geschiedenis, inderdaad. Ah, voilà. ja. <laughs> het komt hier allemaal naar boven. Um, nee, en dan ben ik zo taal- en letterkunde gaan doen, Nederlands TFL. Uh, TFL, dat is dan Theater, Film, literatuurwetenschap. Uh, en dan die master, uh, ik ben mijn naam vergeten, filmwetenschap of zoiets. Allee, dus echt theoretisch ja, ja. Uh, films analyseren, ja. uh, uh, over reflecteren en zo. En ik ben heel blij met die studie van op mijn 18 uh, mee te starten. Maar allee, 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 of, ik ben heel blij ook dat ik niet op mijn 18 aan de filmschool ben gestart. Misschien is dat, want dus, Waarom? Um, dat ik wel. Waarom? Dat is wel jong. Of, allee, ik ben wel, of ik was toen echt jong, ik denk dat de andere mensen misschien iets matuurder waren op hun 18 of zo, maar dat ik dat echt wel nodig had om wat te groeien of zo, tegen, tegen dat ik was afgestudeerd aan uh, die uh, master filmwetenschap. Uh, dan ben ik dus uh, aan uh, Lucas School of Arts uh, audiovisuele kunsten gaan doen. Mm -hmm. En dat ik toch wel voelde, hoe oud was ik dan, 22, 23 of zo, dat, dat dat mij wel hielp dat ik meer zo die studie had en zo, oké, okay, ik ben hier niet om... De studententijd te blijven zo, maar ik wil hier echt het meeste uithalen wat hierin zit. Ja. Uh, en dat ik dat wel ernstiger nam of zoiets, of toch met meer discipline dan dat ik mijn taal- uh, en letterkunde-studie heb. Vind aangepakt. je dat, dat je, om een film te kunnen studeren of daar, naar een filmschool te gaan, dat er een bepaalde serieus in moet zitten of zo? Nee, zeker niet. Allee, of Opnieuw, uh, dat, dat is een woord dat ik af en toe wel wil teruggebruiken van bij de eerste filmpjes, van zo uh, maakplezier of plezier. Dus ik denk echt dat dat sowieso de uitdaging is om zo lang mogelijk dat onnozel te blijven zien. Of zelfs bij de ernstige, ernstigste projecten dat je doet of zo, daar wel zo'n soort van maakplezier in te vinden of zo. Um, dus ik bedoel, niet echt serieus, maar misschien. Discipline of zo? Of uh, ja, dat ik ernstig neem om mij te amuseren met film. Dat ik gedisciplineerd die ruimte ga opzoeken uh, of afdwingen in het maken van een film om onnozel wat te kunnen uitproberen dat dat mislukt en blablabla. bla dus, ja, bla. Ja, dus er is een ruimte om, ik zal zeggen, dus plezier heel serieus te nemen. Voilà, ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja. <laughs> Nu even terugkoppelen naar je rol als ja. monteur. Wordt gevraagd voor de montage doen van een filmproject. In welke fase word jij het liefst al betrokken bij het maken van een film? Is dat gewoon postproductie of vanaf het begin? Stom om er altijd bij te zeggen van ik wil niet, geen absolute uitspraken doen, maar dus uh, elk project is anders. En, dat is, en ik vind het net boeiend om bij elk project. Uh, die onwetendheid op te zoeken en zo wat opnieuw te leren monteren of zo. Of echt te zoeken van, ja, wat werkt hierbij? of wat is bij dit project van toepassing of zo? Um, maar ik kan inderdaad wel wat concrete dingen proberen te zeggen. Als bijvoorbeeld bij een fictiefilm of zo lijkt mij heel boeiend om voor de draaidagen betrokken te zijn. Om, of niet, ik wil niet op die draaidagen aanwezig zijn of zo, maar wel zo wat te spreken over, uh, ja, hoe ga je dat in beeld brengen? Uh, hoe ga je dat decouperen? Uh, kun je misschien wat, uh, adem, wat dingen opnemen dat we wat ademruimte in montage hebben of zoiets? Of ik weet zo... Wacht, hey, hoe heet hem? Die uh, Walter Murch <laughs> heeft dat eens zo gezegd, dat hij aan uh, koppelen altijd vroeg van ah, laat u acteurs uh, de hele scène een keer spelen zonder de dialoog, maar gewoon met gelaatsuitdrukkingen en op stilte of zoiets. En ik vond dat wel interessant. Van, dat, dat geeft gewoon als monteur dat je niet... Dat niet oplossen is dat niet zo de beste beelden aan elkaar plakken is en de problemen oplossen en de schade beperken ofzo. Dat is jammer, maar dat, dat, dat je materiaal vergaart dat je mee ja, kunt spelen en dat dat plezier uh, naar buiten komt ofzo. Dus... En je krijgt dan um, een schijf binnen met een hele hoop beelden op. Ja. Wat begint er, wat voor proces start er dat op dat moment voor u? Ja, ik denk, oh, maar dat is ook weer moeilijk. Hè? Zo... Even bijvoorbeeld zo meer uh, documentaire gerichte films of zoiets, of mijn archiefbeelden bijvoorbeeld. Denk ik dat echt het schrijven van de film start ook in het archiveren. Ik denk dat dat echt iets heel belangrijks is. Dat je, je creëert een folderstructuur en dat bepaalt eigenlijk op een manier al. Dat is niet definitief of zo, maar dat bepaalt wel al je. Onderwerpen en, wat dat je, en hoe dat je die van elkaar onderscheidt of En dus met welke lagen dat je gaat werken, en dus welke elementen dat je met elkaar in je relatie gaat laten gaan. Dus daar uh, ja, op voorhand toch dat goed nadenken over ja, hoe, hoe ga ik dingen archiveren. Want dat is al, dat is al uh, narratief, dat is al vertelling, dat gaat al je film vormen, geloof ik wel wellicht. Dus, ja, snel. Uh, veel gesprekken voeren, dat je toch op de hoogte bent van ah, wat zijn die beelden dat ik ga krijgen, en echt uh, ik denk maar dat is ook iets dat iedereen denk ik wel weet maar toch, dat je niet vaak doet van zo, niet meteen naar het leuke, het leuke werk willen gaan en beginnen monteren, maar echt gewoon heel lang uh, archiveren je uh, tijd pakken, rushes bekijken highlights maken en dus allee, echt zorgen dat je u erin thuis begint te voelen en er een beetje begint te wonen om opnieuw met die vergelijking af te komen, van dat je weet waar alles staat en ja, of ja, weet hoe, hoe moet je dat zeggen, hoe, ja, hoe dat je met dat materiaal aan de slag gaat zo voordat je met het materiaal aan de slag gaat gaan. Voordat je begint te spelen. Ja. Dat je je daar wat thuis voelt, denk ik, in dat project. Ja, ja, ja. Ik zou het heel jammer vinden dat ik op een dag zo een monteur ben dat zo. Zijn werkmethode heeft of zo, zo, mijn stijl of zo. En dat ik zo uh, een, een, een debuterend jonge regisseur of zo, wat onzeker, en ik kom daar binnen en ik zeg: Dit is hoe ik het doe, pas je aan. Dus je wilt niet vastgepakt worden op uh, Rick Shawbé, dat is die bepaalde montagestijl? Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik heb wel affiniteit, of, allee, of ik heb was Grieks soms, omdat om ik ook wel zelf films maak waar dat ik wel ne, ook een eigen stijl probeer te. Uitbouwen, dat ik soms een affiniteit heb voor uh, drukke, snelle montages of zo. En nu, die film van Johan is ook weer heel dens. <laughs> uh, dus ik heb inderdaad soms een beetje schrik voor typecasting of zo. Omdat ik inderdaad... Allee, ik, ik, ik vind dat fantastisch, of zo, maar ik wil dat niet opleggen aan een film dat dat niet nodig heeft. Bijvoorbeeld, het zou heel raar zijn om Axel haar film uh, epileptisch te monteren. Of zo. dus dat zou heel... Ja. Dat, dus het lijkt me heel fijn als ik een reputatie kan opbouwen aan Rick Dat is die monteur die zich aanpast aan wat je project nodig heeft. En dat heel open, uh, dat een groot bereik heeft. Of, dat, dat, zou, dat is mijn droom of zo, uh, nu. Dat, dat, dat ik mee kan gaan in als jij... Echt een uh, heel druk en dense film wilt maken. Dat ik, daar, dat, ik, dat, dat ik niet zeg van, oei, dat snap ik niet, dat kan ik niet. Ja, maar als ik totaal de andere richting uit ga, als je wel een verzet wilt hebben tegenover de, o, het overaanbod van informatie. door een heel dus, uh, rustige film te maken of zoiets. met een heel. Uh, uh, waar tijdsbeleving centraal staat, een soort van minimalisme of zo, dan vind ik dat ook echt heerlijk of zo. Oké, dat is een goede, goede manier om naar film te kijken of zoiets. Want, uh... Daarom wou ik je misschien eh, voor de eerste keer een, um, een dilemma voorleggen, Regisseren of monteren? Uh, bon. Mag ik al, alle dilemma's dat je gaat voorstellen, zo een irritant, ontslachtig antwoord op geven? Jij zet antwoord dan. Inderdaad. Ja, ja, voilà. Dus um, in alles wat ik doe, of echt op heel veel niveaus, vind ik zo echt een, een, een insteek dat het niet om iets geïsoleerd draait, maar om relaties tussen verschillende elementen. Is dat in samenwerking met andere mensen, is dat in uh, invloeden dat ik haal, is dat in, uh, 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 genres, vanuit dat idee dat iets niet gedefinieerd wordt door het in isolement te benaderen, ofzo, maar dus, ja, door hoe het in relatie met iets staat, wat ook eigenlijk een vorm van montage is. Ofzo. Dus het ene beeld wordt gedefinieerd door het beeld dat daarop volgt. En dus om lang antwoord te geven van nee, ik ga niet kiezen tussen die twee, want uh, het, het draait voor mij net om die relatie tussen die twee. Uh, om hoe dat die elkaar definiëren en beïnvloeden. Ook omgekeerd, dus ik, als, ik ben een monteur voor andere mensen hun films. En ik probeer dan te zien van, dat heeft, kan dat een meerwaarde zijn dat ik ook een regisseur ben? En bijvoorbeeld wat ik denk dat goed is, is omdat ik weet hoe het is om te regisseren en... Uh, Onzeker te zijn en eigenlijk niet te weten wat je wilt vertellen en dat je aan het zoeken bent. Dus hoop ik dat ik als monteur meer empathie voor die positie kan opbrengen, omdat ik snap dat je dat, dat het soms niet weet en dat je. Uh, uh, dat wat zoeken is om je om uit te drukken of te verwoorden of zo. Maar misschien is het een, een, een goed moment om er een extra gast bij te roepen. voor, het, voor een kort stukje tijdens deze aflevering. Ja, um, als het gaat over de samenwerking tussen regie en uh, regisseur en monteur, dan heb je. Recent een, de montage gedaan van de nieuwste film van Axel Lenaerts. Yep. Uh, dus dan zouden, gaan we Axel er even als gast bij vragen. <tossimus> dat ik jullie iets eens bespreken of gewoon eens uh, van een twee, twee kanten bekijken ja. hoe dat jullie die samenwerking hebben ervaren. Die kan net alles wat ik heb gezegd tegenspreken. Zeg. Mogelijk. Ja. We zullen het zo meteen tegenkomen. <tossimus> Marcel, je bent erbij komen zitten. Hallo, welkom. Merci, dank je dat ik erbij mag zijn. Um, kan je misschien even kort no. jezelf voorstellen en uh, vertellen wat de film is die uh, jij hebt gemaakt en die, waarvan Rick de monteur is geweest? Ja, um, ik ben bezig met een creatieve documentaire te maken al sinds 2018, over uh, de Japanse taal en hoe vergankelijkheid in die taal zit gebakken. En daar. Onderzoek ben ik, uh, heb ik omgezet in een soort van poëtisch onderzoek, uh, beelden gemaakt doorheen uh, verschillende streken in Japan en door de verschillende seizoenen in Japan. En daar ben ik een paar weken geleden met, uh, ja, met de montage aan de slag beginnen gaan. En dan is Erik erbij gekomen voor de laatste twee weken van ja. de editperiode. Ja, inderdaad, ja. belangrijk te zeggen ja. dat jij er wel al geruime tijd eerst zelf op hebt gemonteerd en dat ik mm. wel er ben bijgekomen als het... de er lag al een rough cut of zo van de versie ja. en dan... Uh... Want dat was inderdaad voor mij wel belangrijk om eerst die periode... Ik heb twee, drie weken ook zelf gemonteerd zodat ja, um, ja, ja. ik echt die bouwstenen kon leggen en dan dat ik ja, het kon <laughs> perfectioniseren. En waarom had, had je, waarom had je dat idee mm. dat je eerst zelf bouwstenen wilde leggen of mezelf met die beelden aan de slag ging gaan voordat er dan, in dit geval Rik, maar een monteur aan te pas komt? Ja, mijn filmproces is ook super organisch. en um, Ik heb heel veel beelden gemaakt en ik had tijd nodig om zelf door al die beelden te gaan en om zelf te beginnen kiezen, oh, dat shot of dat shot. En dan um, ja, de scène zal beginnen knippen en plakken een beetje. En om dat proces zo in gang te zetten, om zelf een beetje mijn gedachten te kunnen uitklaren, denk ik, over oké, okay, hoe wil ik deze edit. En dan uh, ja, echt zo voor de, die structuur van die film, voor dat ritme van die film, dat zijn dingen die ik veel moeilijker vind. <laughs> en dan uh, is het heel goed om daar nou, echt een echte monteur bij te halen dan. Maar hebt u uw ja, vorige films ook altijd zelf gemonteerd? Of? Ja, ja, dat wel. <laughs> was dat was even moeilijk. Uh, loslaten of...? Nee, ik vond het heel aangenaam om dat los te laten. <laughs> Zoals ik zei, het begindeel vind ik heel makkelijk, maar vanaf dat het echt zo dat die ritme en die structuur moet inkomen, dan ja, kan ik dus hulp gebruiken. Wat ja, ja. <laughs> was dat voor jou, Riek, om dat dan uh, bij een project te gaan monteren waarvan Axel al een stukje had gelegd? Was dat dan, beschouw jij dat dan als een deel van haar communicatie naar u toe? Van kijk, we gaan zoiets doen met dit met de film, en wat heb jij dan nog daaraan uh, veranderd of, of niet veranderd? Ja, dat is inderdaad een verschil bij, uh, inderdaad, van projecten waar je vanaf het begin bij zit. Dat je... Uh, hoe moet ik zeggen, dat, dat voel ik echt als... Ah, daar, daar woon ik in of zo. Of zeker mm. na daar dan maanden in te werken, dat is echt uw huisje en je voelt u daarin thuis. En, en ik kan daar zo in navigeren en ik weet alles beter staan dan de regisseur of zo. Mm. Uh, en ik help die daarin navigeren of zo. Mijn verschil bij u was dat echt... Je hebt daar al in geleefd in die montage. Je bent al met die beelden aan de slag gegaan. En, en ik ben dan even daar komen logeren om in die mm. <laughs> cheesy vergelijkingen te blijven. En, um, maar dat bleef wel voor mij uw, uw project of zo. Of, alleen mm. zeker omdat voor mij uh, montage start al bij de archivering of zo. Dus de manier waarop dat je je beelden onderverdeelt in welke structuren of zo. En dus alles hoe dat het project, hoe dat jij de synchronisatie had gedaan, in welke mapstructuur je alles had gezet of zo, dat was, dat, dat was al van u of ja. zo. En omdat ik dan beperkte tijd uh, er ben bijgesprongen of zo, dan maak ik een klik van, oké, okay, ik ga hier niet alles omgooien om het te doen werken voor mij. Ik ga hier gewoon meestappen in uh, wat er al ligt. En allee, dus ten dienste te staan van wat op dat moment nodig is. En dat is soms ook wel Aangenaam. Allee, dus ik, ik bouw gewoon voort op wat jij al, op al die bergen werk dat jij al hebt verzet. En niet gewoon dubbel werk doen en nog eens dingen opnieuw gaan doen. En, ja, maar uh, ik vond het ook wel belangrijk om wel die openheid te houden. Van, mocht de film nu beter zijn op een andere manier, om door alles om te draaien, dat dat ook kon. Ja, ja. Maar dus daar hebben we wat geprobeerd. En <laughs> <laughs> um, maar ja, dus dat was wel nuttig, vind ik toch. Om, ja. um, die openheid te behouden, toch ook. Hoe verliep tussen jullie dan de communicatie? Wat vertel je aan Rick en wat vertel je niet? Of wat wil jij weten en wat wil jij niet weten op het moment dat je al zo'n montage krijgt? Nou, We hebben veel gepingpongd over de personages en over um, structuren, intenties, intenties ja, ja, ja. tekst ook, want het is een heel tekstgebaseerde film, ook over hoe we die tekst aanpakken. Um, en ik, ja, wat, wat ik nog wil toevoegen is dat wat ik probeer is ook in deze soort situatie mijn te omarmen dat ik een beetje een buitenstaander ben. Alleen dat ik. Jij zegt sinds 2018, uh, je kent dat materiaal door en door. Maar het is de bedoeling dat jij je film laat zien aan een publiek dat dat niet zes jaar mee heeft geleefd, dus dat dat voor de eerste keer ziet. Mm. En dus dat dat een meerwaarde is dat ik mijn verse blik ja die ja. dus die verse blik en ook zo uh, domme vragen durven stellen of zo iets dat voor u echt uh. een evidentie is of zo ja want dat en is zo... inderdaad voor mij is dat project heel duidelijk maar um, er, zit, er zitten heel veel elementen in de film het is een soort van puzzel en er was echt iemand nodig om die puzzel goed te kunnen leggen dus dat was echt wel um, ja. ja vond ik essentieel voor die film Maar ik denk niet dat die Hetzelfde was geweest, hoe dat die nu er ligt of zo, ja, ja, <laughs> als ik het ja, ja. alleen had gedaan. Dus. En um, opnieuw, een um, heel praktisch, uh, praktische vraag. Zitten jullie dan echt samen achter de montagetafel of is dat apart? Meestal samen. Er waren een paar momenten dat je zo zei van oké, okay, laten we nu even een al vandaag doen. En dan kwam ik de ochtend erna terug en dan keek ik en zo. ja. Elke dag opnieuw zo, waar ik bekijk van oké, okay, wat hebben we nodig? Moeten we deze nu samen doen of apart doen? Hm. Ik weet niet, technische dingen, dat ik weet van, hoe doe jij dat maar. <lacht> <lacht> maar um, en dan inderdaad ja. zo was er ook een moment dat wij tof sync bezig waren dat jij, ja. omdat heel veel tekst gebaseerd is, ja. met tekst op beeld geschreven, ja. en dat jij dat dan inderdaad aan de andere bureau naast. Ja, mij, we waren letterlijk. Uh, uh, ik zat aan de montagetafel en ik zat aan het andere bureau met teksten te schrijven in Photoshop. Om dan ja. alles door te sturen. En dan hebben hem en hij die dat dan in de, in de montage plakt. Het was echt zo. Een beetje. Pingpong. Pingpong. <laughs> het was een hele ja. tijd letterlijk. Ja, ja. Ja. Dus het was voor jou uh, de eerste keer dat je samenwerkte met ja. een monteur, Excel. Ja. Maar dat is een, een positieve ervaring geweest. Het was een super positieve ervaring. Het was inderdaad zoals ik zei van. Um, Oh, je kunt die film tot een bepaald niveau monteren, of niet per se niveau, maar, tot wel, maar om het echt ja, zo van die kleine details in die film en dat, uh, dat, dat gevoel voor die montage, ik denk dat je daar ook zo'n soort van aanleg voor moet hebben, om, dat te, om die structuur te kunnen herkennen, en um, ja, dat ik dat zelf niet kon of geduld, Of geduld. <laughs> <Had> ik <jij> ken niet <laughs> soms <laughs> <zoiets> van. <laughs> ik heb niet zo wel geduld. <laughs> nee. dus, uh, dan moet er iemand rustig zijn die dan kan blijven puzzelen en blijven zoeken en um, hoe introduceert je verschillende elementen. Ik had daar een beetje bij me nagedacht, maar ik kon dat heel goed zien van, ah ja, maar nu interesseert je de voice-over en dan dat personage en dan je manier van camerawerk en zo die die stappen dat je zet. Om in uw verhaal te komen. En daar zijn dan, vond ik, heel leerrijke lessen om met u samen te werken. Ja, ik denk dat dat inderdaad, ja. alleen als ik, dat een groot deel ja. van de montage of de, de volgorde van de beelden alvast echt gelegd was. Maar dat dat, dat gewoon nog niet klikte omdat ja. hoe dat ge, geïntroduceerd werd en ja. in welke volgorde, tot welke verschillende elementen. En dat inderdaad gewoon dat begin hebben wij wat, vooral opgewerkt ja. en de rest klikte dan heel snel, ja, heel snel samen. Ja. In, wat wat, wat jij daarnet zei, ben, van, um, inderdaad dat sommige regisseurs van kortfilms of zo dat zelf monteren, uh, sluit aan bij mij van inderdaad van dat idee van aan, uh, er komt iemand bij en die gaat dat afpakken of die gaat daar iets anders van doen. Opnieuw dat ik, maar nu gaat Axel dat misschien tegenspreken, maar dat ik probeer uh, dat niet te doen of zo. Dat ik inderdaad, allee, als ik denk naar films dat ik zelf maak of zo, is het totaal iets anders dan nu, maar dat ik dat heel fijn vind om dat idee van echt mee te stappen in uw, ja. wat jij wilt doen of zo. Ik weet dat jij eens op een moment aan mij vroeg van... <laughs> wat zou jij doen? <laughs> wat zou jij doen of zo? Vind jij dat deze de juiste keuze is om te doen? Ja, maar dat vind ik heel fijn aan u dat je daar zo open in was van oh, jij moet beslissen en je moet... Uh, ja. Alleen je gaf je mening, maar inderdaad totaal niet van oh, ga die richting uit of die richting uit, en soms... Na zo'n lange tijd met die materie bezig te zijn, zie je het niet meer, vind ik, als regisseur. Ja, ja, en dan ja. hoop je dat iemand dat zegt. <laughs> maar dan is het ook wel goed dat je dat niet per se zegt, alleen dat je gewoon raad geeft. Maar ja, niet, ja, ja. Um... <laughs> Jij moet de keuzes blijven maken. Ja, dus ik vond dat op zich geruststellend um, ja, tijdens ja. het proces of ah, zo. Achterhalen okay. <laughs> wat een regisseur wilt op het moment dat hij zelf nog niet goed. Uiting kan geven aan die wens, maar dat er wel ergens iets in ja. zit. Oh, regisseurs. Oh. Ja, regisseurs. <laughs> ja, om daar ja. ja. Bedankt, uh, Axel, om even, ja, die samenwerking te komen toelichten. Ik onthoud ja. dat vooral communiceren ja. en achterhalen wat je wil, ja. uh, en met een open blik, uh, wederzijdse open blik, naar die montage blijven kijken, dat dat zeer ja. belangrijke zaken zijn in de samenwerking tussen regisseur en uh, Klopt. monteur. Klopt. Bedankt. Ja. En we uh, zijn heel benieuwd naar, uh, naar de uiteindelijke film.

maar als ik het niet doe, doet het dan, schat. En misschien, wat je dan? Moet je niet ik oh, God, het moet er iemand zijn. Dieren zitten. Die trekt naar mijn de kom, Hoe niet die zo is. En kom, ja kom. En als ik er niks aan doe, ja. Elke uur. Apocalyps situaties. Dus dat is een beetje. Misschien, ja, dat klinkt heel cynisch. Misschien moet je een schruk zoeken die groot genoeg is dat enkel jij hem aan kunt. En dan zult je, dan heb je je doel gevonden. Wat we net hebben gezien is jouw entweder, Burnout One. Ja, uh, Dat we ook nieuw uh, sinds dit seizoen ook gelijktijdig met het release van deze podcast willen aanbieden. Zodat de luisteraars kunnen die film dan ook bekijken als we het hierover hebben. Uh, maar Burnout One, wat kan je even kort schetsen? Waar gaat de film over? Ja, dus ik denk wat ik met die film wou doen, is voor mij ook. Uh, dat ik meer zo ben van zo een, een, een gevoel uitdrukken, denk ik. Of zo. Het, het hebben rond een. Een mindset, een, een affect of zo. En dus dat is minder dan. Ik wil niet de, de, de gevoelens van een hoofdfiguur of zo en niet te diep ingaan op uh, hoe dat een personage zich voelt of zo, maar meer zo'n een, 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 een. de vinger leggen op een. een, een conditie van uh, deze tijd of zoiets. En, wat... wat gebeurt er in de film of, of, of wat zien we? Of, of ja, dus wat, gaat wat het, de film? Het is eigenlijk gevolg een superheld dat uh, eigenlijk niet weet wat dat met zijn krachten moet doen. En uit uh, gesprek blijkt dan. Misschien moet je een slechterik zoeken of zo. En die zoekt dat dan, maar eigenlijk gebeurt er niks of zoiets. Of uh -huh. dat start met iets van, er gaat iets gebeuren in die conventies van uh, superheldenfilms en al die, die codes, of zoiets. En dan eigenlijk de. Wat normaal alles in gang zet in dat soort films, blijft afwezig, ofzo. En die dwaalt waarom of zo. Dus voor mij zit daar dan uh, bekend voorbeeld van lang geleden, zo. Antonioni zo L'Aventura in of zoiets, dat ook voor mij heel mooi start met. Um, een, 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 zo de mystery film of zoiets. Uh, waar rijke mensen zitten op een eiland. Hij op een klein eilandje. En plots verdwijnt er een vrouw en de, haar partner en uh, de beste vriendin, beginnen naar te zoeken. En ze vinden die niet en langzaamaan stoppen die met zoeken en, en dwalen waar rond en staren wat existentieel in het rond. Allee, die film gaat over veel meer, dus... Uh, maar, uh, en um, dat idee toegepast op dat, dat super de genre van zo... Uh, oké, okay, Spelen met een herkenbaarheid van die codes, om dan uh, iets afwezig te stellen, en dat zet van alles in gang. Dus voor mij wat ik met die film wou uitdrukken of zo, maar opnieuw, dat is een studentenfilm en, uh, een stap in mijn proces. Maar dus wat ik toen daarmee wou zeggen of zo, uh, is denk ik uh, dat idee dat ik bij mezelf ook voel rond die heel complexe wereld waarin dat wij leven, met uh, gigantische systemen rond. Uh, kapitalisme, global warming, dat, dat je daar als individu echt, allee, wat ik heb is zo een soort van schuldgevoel en een verlamming heb van ik wil hier iets aan doen maar ik, ik weet niet waar of zoiets en ik wou gewoon eens voor mij waren dat film over een reflectie van die passieve houding of zo en niet per se vingerwijzend moraliserend of zo maar meer onderzoek van ja dat, dat gevoel van iets willen doen maar eigenlijk niet goed weten waar of zo en uh, daar uh, verlamd door geraken, denk ik. Uh, aan de hand van een superheld. Voilà. Er zitten heel veel eh, montagesequenties in. Mm -hmm. Die uh, ja, enorme sequenties, waarbij om elke halve seconde een nieuw beeld. Ja, uh, ritme is daar heel, heel belangrijk. Uh, ja. Maar op een gegeven moment kan eh, hij kan vliegen, onze superheld. Hij begint hem ook uh, vliegt hem doorheen Brussel. Dus dan ja. met veel meer special effects. Zit er, uh, ja, ja. Dus... Um, ook iets wat hij. Uh, ja, voor een low budget of zo. Ik wil ja, zeggen, ja, ja. voor een studentenfilm, en dacht, dat, is, dat is moedig om je daaraan te wagen. Oké, okay kom, we gaan gewoon iemand langs het kanaal van Brussel uh, laten scheren. Ja, dat was uh, Arno Ringhout. Ken je die? Ja, dat is een uh, filmmaker zelf ook. Mm -hmm. um, ook een VFX'er. Die heeft daar, denk ik, echt uh, <laughs> zijn kloten mee afgedraaid. Wat <laughs> ook moeilijk is, omdat ik niet snap wat hij doet. <laughs> dus ik kom dan zo... Uh, ah zo, die zandstorm van Mad Max Fury Road, zoiets en dan dat, en dan dat. En, en die zegt, ja ja, we doen dat, Maar ik, ik kan denk ik niet inschatten wat daar van bergenwerk Werk of zo, uh, dat die verzet heeft, wat dat, dat gevraagd heeft of zo. Maar ik ben mega blij met dat resultaat. Uh, dat inderdaad, dat, wat dat voor mij is, die herkenbaarheid naar die blockbuster cinema of zoiets, dat ik zo fijn vind. Um, ik ben wel blij dat dat, dat, dat geslaagd is ja. in een DIY mindset. van Dat spelen in montage, dat knoeien. dat uh, Amateuristisch. het niet weten en zoeken naar antwoorden. Wat dan normaal niet gekoppeld wordt aan die uh, productieschaal, die ja, ja. Dat die films worden gemaakt. Ja, er is die... weinig ademruimte, denk ik om in montage. Uh, Moeten ze het u vragen? Zouden ze zou ja, ja, ja. Ja, een film monteren? Een, een, een... Als Kevin Feige mij belt, meteen. <laughs> ja, dan drop ik alles. Nee, dat um, well, <laughs> gaat nooit gebeuren. Hè. Uh, wat dat bij, ik ook... bij deze, de oproep? <laughs> Kevin, moest, Kevin, als je dit hoort. <laughs> moest er iemand luisteren, voilà. <laughs> um, nee, om, allee, of wat ik opnieuw fijn zou vinden, is dat ik niet heel mijn leven hetzelfde doe of zo. Ik denk dat dat gewoon interessant is om met elke film dat ik maak of monteer, een beetje opnieuw te moeten uitvinden hoe dat, dat werkt, en echt vanaf nul uh, zoeken naar wat, wat is de gepaste vorm hiervoor is. Een superheldenfilm, ik zou niet weten hoe daaraan te starten, en daarom zou ik dat heel graag doen, omdat ik wel dat plezier en dat enthousiasme over uh, wat dat, dat is, of zo, uh, ik denk dat ik daar wel iets mee zou kunnen doen. Maar als we het hebben over langspeelfilms monteren, je hebt misschien nog geen Marvel-film gemonteerd, maar uh, je hebt wel de eerste langspeelfilm gemonteerd. Um, de nieuwste film van Johan grimont Soundtrack to a Coupe d'État. Uh, kan je daar ons iets meer over vertellen? De film is onlangs in première gegaan op het uh, Sundance Festival in de Verenigde Staten. Best een, Best een groot festival. Maar um, los daarvan, wat voor project is het? Uh, echt een gigantisch project uh, waar ik ook heel lang op heb gewerkt film speelt zich af rond de onafhankelijkheid, ja. 1960. Uh, 16 Afrikaanse landen zijn onafhankelijk geworden dat jaar. Uh, waaronder Congo dan onafhankelijk wordt. Um, dat gaat over de Verenigde Naties, uh, waarin dat dus ook zestien nieuwe leden dan toekomen. En dat gaat dan ook over de Koude Oorlog, die grootmachten Amerika en Rusland, die eigenlijk uh, mede als schaakspel aan het spelen zijn rond uh, hun invloed op die zestien uh, landen. Dat wordt dan... Uh, ingezoomd op Congo-situatie uh, ook vanuit het Belgische perspectief als, ja, Johan als een Belgische filmmaker die uh, hoe dat die Belgen om zijn gegaan met uh, de onafhankelijkheid van Congo en uh, uh, hoe dat daar relaties waren met uh, achter de schermen de CIA, Amerika uh, die ook een invloed uh, uit uh, rond de gebeurtenissen naar de aanloop van uh, die onafhankelijkheid en de uh, wat daar daarachter gebeurt uh, tot aan de dood van de eerste minister Patrice Lumumba. Um, nog een element dat in die film zit, is dan uh, dat Amerika bijvoorbeeld uh, uh, in hun eigen land, uh, dat daar segregatie heel heftig aan de gang is. En um, dat Amerika zijn imago ook zo aan het opkrikken is door uh, jazzmuzikanten de wereld in te sturen. Uh, om zo culturele ambassadeurs te zijn van het land van mij, nee, kijk hoe progressief wij zijn, kijk hoe uh, het land van de vrijheid en al dat soort dingen. En dan sturen die Louis Armstrong naar Congo. Um, half ook mee als een dekmantel om CIA-agenten daar naar mee te sturen en dat soort dingen. En, okay. uh, voilà. en dan ook die rol van ah, die jazzmuzikanten, die muziek die dus uh, wordt gebruikt door de Amerikaanse overheid, maar ook hoe dat daar een verzet in zit, uh, hoe daar um, um, muzikanten als Max Roach of Abbey Lincoln... Uh, uh, hoe dat artiesten dus ook wel uh, hun politiek engagement over die wereld gebeurtenissen Over wat er in Congo gebeurt en zo uh, Hoe dat die daar uh, hoe zeg je dat, acti activistisch in zijn ofzo. Ja. Voilà, en die film gaat dan nog over heel veel andere dingen, denk ik. Maar, ja, ja, maar het is al... Voilà, het is voilà, dan het het is hier. Dan is de podcast gevuld voor een uur. We kunnen hier Ja, Rhythm is my business. Soundtrack to Kop dit: los van het feit dat het ja verhalend, zeer zeer boeiend klinkt, is die film dan opgebouwd voor, voor bijna uitsluitend het uit archiefmateriaal van die tijd, dat je dan allemaal ja. verzamelt en ordent, en je ja. spreekt ook over ook een over, ja, herinterpretatie van beelden, ja, ik, Waarvoor, ja, hoe, hoe doe je dat? Is dat dan Johan Grimont-Pré die bepaalde zaken uitschrijft en zegt, oké, okay, die, en die en die zaken moeten we... Nee, ik denk die film is echt uh, geschreven in montage. En wat mij zo aanspreekt, of wel in het ge gesprek is gevallen, is dat ik dus opnieuw geïnteresseerd ben in verschillende tussen elementen. En ik denk daarom uh, heb ik zo'n affiniteit met Johan, zijn werk in het algemeen al voordat ik hem kende. Omdat dat een deel is van zijn stijl- en werkmethoden ook. Dat uh, archiefbeelden door elkaar monteren van verschillende registers die met elkaar. Uh, uh, in relatie laten gaan en daar dan een nieuwe betekenis uit genereren of zo. Uh, bij deze film is dat ook zeer van toepassing dat die film niet echt gaat over uh, één ding, maar weer over een heel, een heel betekenisveld, een heel netwerk aan elementen en een systeem van hoe dat wereld werkt en hoe al die elementen um, elkaar weer definiëren of met elkaar in de relatie gaan. Ja. En, uh, wat Johan echt absurd heeft gedaan is. Research gedaan, echt. Ik denk elk boek gelezen over dat onderwerp en met heel veel uh, historici en Congo-kenners. En uh, zo gaan spreken en uh, gepingpongd tijdens het hele werkproces. Um, en dus dat, dat hij daar echt heel absurd veel van af weet. En dan uh, zijn wij heel lang geleden al in januari 2020. Uh, ik, 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 was, uh, ik ben eigenlijk begonnen bij Joana stagiair, bij wijze van spreken. En dat was zo'n periode van uh, hij was gewend om in Final Cut Pro te werken. En uh, ik kon premièreen heel goed. En uh, hij, uh, de nieuwe film ging toen, daar was nog, daar was, we gingen vaag op starten, uh, ging in première gemonteerd worden. En dan uh, ging ik eigenlijk hem première leren. Uh, en dan hebben wij tien dagen samen dat ik hem zo gezegd première ging leren. Uh, maar dat klikte eigenlijk heel snel, vond ik. En dan hebben wij in die tien dagen, denk ik, twee scènes uh, gemonteerd. Dat nog steeds vrij hard hetzelfde als toen in de film zitten. Maar de manier waarop de als kijker uh, informatie toegediend krijgt, ja. of wanneer welke informatie in beeld komt, is dat dan. Dat dan... Een van de belangrijkste taken van een monteur is door, om dan heel scherp te krijgen wat precies de essentie is van het verhaal dat je aan het vertellen bent, om dat alleen dan nog over te houden ja. uit alle beelden die er zijn of die gedraaid zijn. Ik wil niet zeggen dat dat het belangrijkste is of zo, maar ik denk wel dat dat voor mij echt een kern is of zo, voor mij echt een groot inzicht dat ik doorheen de jaren heb gemaakt. Dat je zo. Ik denk als je zo naast een hele slimme mens ziet dat heel veel weet over een onderwerp, heel duidelijk, dan herinner ik mij vroeger dat ik zo. Stil zou worden en ook slim zou willen overkomen of zo. Of dat kennis zo wordt gezien als een, een quiz of zo. Of als een etalage uh, waarin dat je toont wat je weet of zoiets. En niet als een dialoog waarin jij weet iets, jij zegt dat tegen mij, nu weet ik dat ook. En uh, als een, uh, ja, een dialoog of zo. En ik denk uh, dat ik dus zeker in dit geval uh, mij comfortabel voel bij naast een hele slimme mens te zitten en. Uh, te durven zeggen, ik snap niet wat je zegt of, of wat bedoelde daarmee. Of, uh, omdat dat echt wel, die film daar echt wel baat bij heeft, dat, 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 geen, dat, dat, dat die film geen geschiedenisles is van een, een grote kenner, dat daar uh, zoveel mogelijk in, zo weinig mogelijk in die tijd probeert te proppen of zoiets. Dus dat dat uh, voilà. Dus uh, ik denk inderdaad dat die positie echt waardevol is om in te zetten. En dat was voor mij doorheen de jaren een, een heel groot inzicht om te beseffen van. Die schaamte dat ik soms had, over dingen niet te begrijpen of niet te weten, dat dat net een, een asset is, of zo, een, een, wat is dat? Een, een voordeel. Ja. Um, en, maar het gevaar met die film van Johan, ah, ik heb daar echt dus heel lang aan gewerkt, is ja na een tijd verdwijnt. Allee, ik ken ook wel alles ondertussen. Allee, ik ken al die. Dus na een tijd begon ik ook wel een beetje. Te al weten te worden over dat onderwerp. Ja. Allee, ik, ken, ik heb echt dus mee die research gedaan, mee naar beelden gezocht, mee door al die archieven geploeterd en ja, ik ken al die gezichten, die locaties, die data, die namen. En dus voor mij is dat een evidentie van aangezien ah, uh, op minuut 3 komt even Kassavubu kijken, die wordt geïntroduceerd. Uh, een uur later uh, duikt die nog eens op. Uh, dan automatisch is de reflex van... Ah ja, je weet dat dat is of zo. Maar dan, ja, ja, ja. dat je echt dan moet beseffen van... Ja, oké, okay, een publiek ja. gaat ervan uit dat een groot deel van het publiek dat vergeten is of zo. Ja, ja, ja. Je sprak een aantal keer over het belang van de rit het ritme van de montage. Uh, ritme, je bent eigenlijk ook vaak samen met muziek. Je bent ook muzikant, je maakt ook muziek. Wat is voor je de relatie tussen die twee? Of die drie? Uh, ja, dat, dat is iets dat ik... Aldoende dat naar boven kwam of zo. Ik denk van mensen dat mij dat zeiden, dat, dat dat iets was dat mij lag of zo. Ik denk dat ik bijvoorbeeld ook heel veel videoclips heb gemonteerd en uh, dat, dat ik daar heel veel plezier uit haal of zo. Ik heb echt geen muzikale aanleg of geen ritmegevoel of zo. Allee, ik kan geen maat aanhouden of zo. Uh, wat niet per se een probleem moet zijn bij. Het type muziek dat ik maak of zo. Um, en bijvoorbeeld bij Johan zijn film, dus dat, hij, hij, dat is echt heel veel muziekmontage of zo. De geluidsmixer had ook echt geopperd, omdat hij zo weinig werk had aan de muziek in de film. Dat ik ook een, een aparte credit heb gekregen van muziekmontage. Ja. Um, omdat dat zo hard samenhangt met alles, met de, met de beeldmontage in die film of zo. Um. Waar zit voor u... Is dat iets waar je de vinger op kunt leggen of is dat lastig... Uh, het ritme van de montage ziet goed, bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. Dan op die seconde komt de kut, of nog twee seconden wachten, of toch het shot laat lopen. Hoe, uh, is dat iets intuïtief of hoe werkt dat voor u? Ik probeer wat literatuur over montage in het algemeen te lezen en dat is vrij afwezig. In één boek dat ik had gelezen, zei wel inderdaad dat ze dat irritant vond. Dat eigenlijk, als je monteurs hoort praten, dat eigenlijk het meeste dat die zeggen niet zo, je voelt het wanneer het juist zit. En ik. Uh, ik ga dat nu zeggen tegen u, Het gevoel dat wanneer dat de juiste... Nee, um, wou, ik denk dat daar wel zo'n methodes zijn of zo om dat te doen werken. Um, maar dat is, ja, ik kan dat niet uitleggen, dat is ergens... Is het misschien eerder als je kijkt naar een film en die is uh, slecht gemonteerd, dan voelt het? En als hem juist gemonteerd is, dan heb je het niet door of zo? Ah, wel, ja, niet echt akkoord. Allee, ik denk, heel veel films... Zijn inderdaad onzichtbaar gemonteerd, zoals je zegt, dat de, de montage niet opvalt. Uh, en dat is zo in algemene pers of zoiets, de manier waarop het moet. De film is goed gemonteerd als je hem niet ziet. En ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens eigenlijk. Dus als ik je het dilemma zou voorleggen, een uh, continuïteitscut of een jumpcut? Ah <laughs> uh... de Nee, ik kan, ik kan niet kiezen. Oh, ik kan niet kiezen. oh, Waarom kun je niet kiezen. Nee, ik denk uh, omdat in ons hele... Ah, fancy antwoord. In ons hele internettijdperk internet-tijdperk is die... Uh... Dat contrast tussen die twee opgeheven of zoiets. Omdat ah, ja, ja. wij online, ik denk vroeger wat bij Goddard of zo, een jumpcut was, dat was echt een, een ingreep of zo, dat, dat opviel of zo. Maar nu, al die TikTok-filmpjes, al die YouTube-filmpjes, dat zit constant met jumpcuts. en dat, dat is een continuïteit of zoiets. Dat, dat filmpje, alleen dat, dat wat je ziet op het digitale scherm, is de werkelijkheid. Omdat wij zo in die digitale wereld leven, dus die. die die jumpcuts dat daarin zitten in dat, dat TikTok-filmpje, dat is hoe dat je de werkelijkheid ervaart. Dus dat is een continue stroom geworden. Dus ik denk wat het tegenwoordig wilt zeggen om te jump cutten, uh, is in sommige situaties, dus weer niet in elke film, maar is een vorm van continuïteit of zo. Voilà. Ja. Goeie antwoord. <laughs> ah, nee, uh, um, nee ja. een antwoord. <laughs> een antwoord, maar een antwoord dat ook wel inhakt op um, ook iets wat je. Mee bezig bent, zijn de internetcultuur. Ja, uh, ja. Uh, dat helemaal aan het begin van het gesprek, we ooit begonnen met filmpjes die je uh, op YouTube zette mee maten. Ja. Uh, nu kom je een beetje op terug van uh, beelden uit het, van het internet. Uh, een andere esthetiek die daar een beetje gaande is, die een mm. beetje los af van cinema. Maar dat is ook iets waar jij redelijk wat inspiratie had had of vaak ook gebruikt. Ja, ja, ja. ja ik, um, ik denk meer dan toen ik bijvoorbeeld op school zat of zo. Dat ik minder nu op zoek ben naar daar zo het onderwerp van te maken of zo. Van, ik wil het hebben over internetcultuur of over het internet. Maar dat ik gewoon voel dat dat, dat is de wereld waar ik ben in opgegroeid Dat is de werkelijkheid die ik ervaar op die manier. En dat zit onbewust in hoe dat ik werk en wat, wat, hoe dat ik met beelden aan de slag ga of zo. Uh, die manier dat, 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 dat ik dan makkelijk internetcultuur noem of zo. Dat, dat heterogene, dat... Uh, die, ja, die jumpcuts, al dat soort dingen bij wijze van spreken. Ja, maar um, er is goed gezegd, er zijn nog nooit zoveel beelden geweest. He. Iedereen ja. heeft toegang tot uh, het maken van beelden via iPhone. Ik ken t, uh, in twee seconden staat ja. het op Instagram, staat op YouTube. Ja. Die, die enorme hoeveelheid aan tonnen beeldmateriaal ja, ja. die er nu is, die omarmt jij dan wel eigenlijk. Ja, maar dus ik zie dat meer als gewoon. Een werkelijkheid waar dat ik mee aan de slag ga en minder dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen zag ik dat echt als een, een statement dat ik daarmee wou maken. Mm -hmm. Ik denk dat dat minder, minder het geval is of zo. Wat, dat, wat, wat dat je daaraan haalt, ik heb zo een, een boek gelezen van uh, een, um, mensen over muziek praat, Ridge Romania, Simon Reynolds heet dat boek. En op het einde haalt hij zo een woord aan dat ik heel inspirerend vond en dat is een hyperstasis. Mm -hmm. ik kon, ik, ...dropt dat zelf, dus dat is, uh, voilà, hij vindt dat uit in die context. En dat draait rond uh, hyperstasis opnieuw. Via, sinds het internet komt elk lied en elk beeld, elke film... El, ...alle muziek die ooit gemaakt is, op één keer op je af. En dus uh, tijd en ruimte worden opgeheven... ...en alles is daar, everything, everywhere, all at once... ...zodat so gegeven, alles is daar tegelijkertijd. En dus dat is die hyper, dat overaanbod... ...en dat genereert een verlamming... Maakt hij, hij maakt dat statement in 2011. Ik ben het daar niet per se mee eens, maar het is wel, er is iets verlammend aan dat overaanbod En er moet u wel gezocht worden naar een manier om daarmee om te gaan. Goed, ik wil u heel hartelijk bedanken om hier te zijn en om alles te delen met <laughs> ons en met de luisteraars. Brik bedankt om hier aanwezig te zijn bij Naklap, een podcast van Breedbeeld. Mijn naam is Ben en graag tot de volgende. Dank je wel om mij uit te nodigen. Ah